In het waternetproject Scan je sloot beschrijven agrariërs elk jaar de waterplanten in hun sloten. Dat doen ze omdat ze hun sloten en of slootkanten natuurvriendelijk beheren om de hoeveelheid waterplanten te herstellen. In dit project wordt gekeken of dat inderdaad werkt. In 2016 zijn 4 agrarische collectieven in het beheergebied van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht gestart met blauwe diensten. Dit houdt in dat agrariërs hun sloten ecologisch schonen, baggeren met een baggerpomp en of slootkanten niet bemesten en natuurvriendelijk beheren. Daarvoor krijgen ze een financiële vergoeding van het waterschap. Het doel is mooiere sloten met vooral meer waterplanten onder water. De boeren wordt gevraagd om zelf te helpen monitoren of die blauwe diensten tot meer waterplanten leiden. Waternet heeft touw en de agrarische collectieven ingeschakeld om zoveel mogelijk boeren te betrekken en de monitoring soepel te laten verlopen. De heer Kooijman is een van de eerste deelnemers aan dit project. Nou, ik deed mee omdat ik het belangrijk vind voor schoon water, interessant vind welke soorten plantjes te groeien en het wordt nog betaald ook. Je uren die je erin steekt, die worden betaald. Dat zijn de 3 redenen dat ik meegedaan heb. De verwachting is dat dit beheer leidt tot een toename van de bedekking van vooral ondergedoken waterplanten in de sloten. Dat gaan we verder onderzoeken in 2018 en daarna. Het kan namelijk een aantal jaar duren voordat de bedekking met waterplanten toeneemt en er meer soorten waterplanten gaan groeien. Metingen vinden 1 keer per jaar plaats, tussen 1 juli en 15 augustus. Voert u blauwe diensten uit of werkt u op een andere manier aan een goede waterkwaliteit in de sloot? Dan nodig ik u uit om mee te doen. Wilt u uw planten beschrijven in de sloot op een goede manier en daarbij deze handige hark en deze app gebruiken? Ik leg het uit in enkele instructiefilmpjes. Wilt u meer weten over het project? Neem dan contact op.